Ja, wil je toch liever iets rustiger hebben? Dan kan je bijvoorbeeld op zoek gaan naar kriebelbeestjes. En dat deed Niels Kater met Margien Wesselsboer en heel wat kinderen. Het is inmiddels boven de 30 graden. En ik heb eigenlijk wel zin om even in het water te springen. Maar ja, er zitten allemaal beestjes in. En die zijn we op dit moment aan het zoeken. Fleur, heb je al wat gevangen? Nee. Wat zoeken we eigenlijk? Je hebt van die beestjes op het water en in het water. Allemaal kriebelbeestjes? Ja. Vind je het eng? Nee. Je bent een stoere meid. Ja. Wat heb je gevangen, Yannick? Ga ik even kijken. Zit er een soort spinnetje in? Ja, het zijn er twee. En het zijn allemaal van die kriebelbeestjes. Ik vind het nogal eng. Ik niet. Ik gooi hem even leeg in de emmer. Goed idee, noem maar dat even. Oh, dat is hem. Wat is het? Even op de kaart kijken. Heeft het dier poten? Ja. Heeft het 3 of 4 poten? 6. 6. Oh ja, dat staat er ook bij. Heeft het dier lange poten? Oh, ja. Hij springt weg. Ja, Hier, hij zit op je been. Ik heb hem weer. Ja, nu is hij dood, denk ik. Nee hoor. Nee. Springt nog alle kanten op. Hij heeft 6 poten. Ja. Volgens mij is het een schaatsenrijder. Dat denk ik ook. Margien Wessels de Boer van Landschap Overijssel. Waarom doen jullie dit? Om de kinderen leuk bezig te laten zijn met de natuur. En zoveel mogelijk dingen te laten zien en te laten kennen van de natuur. Ja, denk ik, het is bijna 37 graden. Ja. Kun je niet beter naar het strand gaan? Nou, maar we zitten hier toch wel een beetje in de schaduw. Dus als je zo bezig bent, merk je dat niet dat het zo warm is.